Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze aflevering ga ik jullie een tour geven door mijn nieuwe getoende, tiptoende AMG Thunderbus. Dat is fucking gruwelijk en heb ik hier een cadeautje voor jullie. Oké, jongens, dit is mijn Mercedes Sprinterbus uit 2019, een fucking dikke bak. En sommige van jullie zouden misschien al kunnen kennen van vorige video's die we hebben gemaakt. Maar vandaag staan we hier om jullie een tour te geven voor deze nieuwe bus. Want we hebben hem laten tunen, we hebben hem laten aanpassen. Er zit heel veel nieuw spul in, laat ik jullie nu zien. Karman. We gaan beginnen voor in de bus. Neem de plaats. Voor als je je afvraagt waarom ik deze witte kleren aan, ik heb net gesport. En nu zitten we in mijn bus. Ik ga even wat dingen vertellen. Een aantal dingen. Ik weet niet of ik jullie al heb laten zien dat ik een tag-systeem heb. Zo niet, ik vertel het gewoon eventjes voor de zekerheid. Ik heb een tag-systeem. Dit is een tag. En met deze tag registreert je bus wie er wanneer rijdt. Omdat deze tag naamsgebonden is. Dus bijvoorbeeld, Joey Schaar gaat rijden in zijn bus. Dan moet ik dit doen. Zegt hij groen, dan voet op de rem, op knoppie. En hij start helemaal vanzelf. Nu weet de bus dus wie er wanneer rijdt. Dat is fijn, want als namelijk boetes worden gereden of... Als er boetes worden gereden of andere... Alles gaat af, hoor je dat? Lijkt wel McDonald's. Van McDonald's gesproken heb ik er echt trek in, maar ik ga het echt niet doen. Maar ik wil het echt, man. Die piepjes uit. 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 Shit, de frituurpan is nog niet klaar. Fucking kipnuggets. Bitterballen. Kom op. Fuck man. Nu zijn ze verbrand. Hallo Mercedes. Zeg het maar alstublieft. Wil je alsjeblieft dat fucking kut gaat? Wil je even niet om me heen? Wil je niet om me heen praten als ik met je praat? Wat wilt u als volgende doen? Ik wil dat het geluid uit is. Wat zegt u? Dankjewel, het is uit. Oké, dus ik heb even gepraat met mijn Mercedes-bussie. Dat was de eerste belangrijke upgrade. Vervolgens zijn we gaan kijken naar het geluid. Want het geluid van die bus was prima. En dan heb ik het over de geluidsinstallatie. Maar hij miste sub. En aan de voorkant zitten drie speakers. Links, midden, rechts. De middelspeaker is best wel een grote speaker. Maar die gaat altijd kraken. Bij mijn vorige bussen, bij deze bus. Dus dat heb ik gevraagd aan Mercedes. Wil jij die speaker even ontkoppelen? Want het is irritant als al je geluid fucking gruwelijk is. Maar die speaker, daar komt zoveel power eigenlijk uit die speaker. Dat die heel snel kapot gaat en dan gaat die kraken. Dat is rottig. Dus die hebben we ontkoppeld. Zoals het heet, ontkoppeld. Ontkoppeld. En nu hebben we een sub toegevoegd. En het knopje van de sub zien we hier. En als we naar links draaien, gaat hij zachter. En als we naar rechts draaien, gaat hij harder. Heb je een iPhone? Ik heb een iPhone. Mooi joh. Hallo. Luf. 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 Mijn zak staat onder stroom houden. Doe het. Ja, ik durf niet. Dit is jouw koffieshop. Koffie? Ik was in een koffie. Tijd voor een bakje koffie. Oh, dit was gruwelijk. Is het? Ja. Dat is mijn tweede naam. Ze noemen ze me vaker. Gruwelijk in bed. Gruwelijke Bassie. Ja. Gruwelijke Bas. I. Nee, Bas betekent gruwelijke Bas. I. Zo rijden we tegenwoordig in onze bus rond. Dit is de sub. Hij is fucking gruwelijk. En straks aan het einde van deze video zal ik jullie vertellen waarom het belangrijk is voor ons allemaal. Omdat het belangrijk is voor ons allemaal. Maar nu eerst het volgende detail.
Namelijk, tekstsysteem, suppie. Het verwarmde voorraad natuurlijk. Bas, waarom is dat handig? Dan hoef je niet te krabben. Dan hoef je geen emmer heet water overheen te gooien. Je zou zelfs vooraf, wanneer je in je bus stapt, al op een knop kunnen drukken dat hij vanzelf helemaal warm wordt. En dat is fucking nice, want dan kun je gewoon lekker snel wegrijden. Ik heb geen geduld. Mijn geduld is echt zoveel. En daarom is de bus ook getuned. De bus is getuned. En is gegaan van 160 pk standaard naar 195 pk. En de newtonmeters, daarvan weet ik niet wat het voor en na was. Ik weet alleen dat de plus van de newtonmeters, dat is op de testbank geweest, 90 newtonmeter winst. Dat betekent dus als je gas geeft, woe! Dan heeft hij veel meer koppel en dan kom je veel sneller van zijn plaats. En ook op de snelweg ben je veel sneller op die 100. Deze bus is zwaar. Ik weeg geen moer. Ik heb wel 1% net vet toename gehad op mijn fucking training. Daar ben ik niet blij mee. Maar de bus is in ieder geval heel zwaar en ik niet. Dus als je hem dan een beetje laat eventjes kietelen zoals het heet, rijdt hij gewoon een stuk lekkerder. Dus hij is ook getuned. Verder, comfortabelheid. Kamerman, daarvoor gaan wij uitstappen die kant op. En laat ik even zien wat er is veranderd. Als ik de deur open doe. Zal ik de deur open doen? Doe de deur open. Dan zien wij een normaal paneel. Maar wat is veranderd aan dit paneel, mensen? Zal ik jullie laten vertellen? Laten vertellen. Wat zeg jij nou, Joey? Ja, echt verkeerd. Dit kussentje. Dit is alles. Maar het stom is, jongens, dat om dit kussentje op je fucking deurpaneel te hebben, moet je het hele paneel laten vervangen. Dat is... Dat deed pijn. Dat deed pijn. Want het is gewoon... Alleen voor dit stukje denk je van, nou, trap er een kussentje op. Of weet ik, zo'n muisarmmat. Kan je er ook op plakken, maar zo ben ik niet, weet je. Ik wil originees. Originees. Dus ik heb gekozen voor een heel nieuw paneel. Met een stukje kussentje. Het voelt echt lekker. Cameron, leg je arm erop. Leg je arm erop. Wacht, ik film even dat je arm erop legt. Joehoe! Die was... Hij is echt hij lekker, is hij is lekker. Ja, hè? Ja, maar probeer je ook op die andere arm. Dus dat is ook een upgrade die natuurlijk elke timmerman, elke scootermonteur, elke metselaar en elk pornobedrijf zou moeten hebben. Een kussentje is fijn. Dat is de deur. Als ik de deur ingooi natuurlijk, meteen mijn nieuwe gereedschapskist unit. En deze is nog veel beter dan mijn vorige kist. Namelijk omdat hij een stuk naar buiten staat. Dus je kan makkelijker bij het gereedschap. Grotere laders. Ik heb nieuwe inlays. Dus een nieuw gereedschap. Nog van vacuüm, dat wordt straks snap-on. Ik laat je zo meteen zien wat ik van snap-on heb, want ook dat ligt in de bus al. Ja, dus een hele nieuwe prachtige inlays. Prachtig. Ja, prachtig. Ik heb vanavond iets om op te drukken. Als ik weer naar binnen neem, ga maar binnen. Ga erin. 3, 2, 1. Opstoring, beetje Curaçao's praktijken. Maar dit is de bus van de binnenkant. Dit is mijn bus, ik ben trots op deze bus. Want als ik in deze bus moet sleutelen, dan zal licht nooit een issue zijn. Tenzij mijn accu leeg is, hè? Of tenzij de bus stuk is, of een lamp kapot gaat. Maar voor de rest, in normale situatie, nooit. Maar dat had ik jullie niet laten zien. Het ging eigenlijk om de gereedschapskist. Er zit hier ook een haast aan nu, dus als ik naar binnen kom. Altijd haast. Kijk even snel zo, even lekker aan de handvat, is heel fijn. En dan staat hij stevig, veilig en al dat soort shit. Hier ligt nog een stukje gereedschap. De Thunder. Frutloter van Snap-on. En daar heb ik twee keer al veel over gemaakt. En dit ding is gruwelijk, dit ding werkt echt. Ja, van die, ik ben elkaar man kwijt. Nou, Snap-on tas dus met een heel mooi stukje frutloter. We hebben verleden keer de bandapparaat ingebouwd met compressor, doet het echt, kijk maar. En de snel omvormen aan. Wel buiten aan van mijn cowboy film net. Ja, het is gewoon helemaal top. Echt, het is geweldig gewoon. En hier krijg ik wel een natte van. Zag je dat spuug nat? Oké, dus dat is allemaal gefixt. Die doe ik ook weer uit. Bandapparaat, gereedschap, verlichting, een brandblusser. Ik heb namelijk een keer gehad dat er een scooter in de fik ging die ik aan het aan... Wat deed ik ook alweer? Er ging een scooter in de fik.
die startprint te maken. En wat deed ik? Ik deed met de remreiniger deed ik ze op de spruitstuk spuiten om te kijken of het lek was. Het was heel scooter in de fik. Heb ik geblazen en was de tering, mijn long line helemaal kapot. Volgende keer heb ik een brandblusser. Verder, als ik dat brandblaar heb, dat wil wel eens gebeuren. Dan is Dr. Jenny van Pokémon er ook. Met haar volledig superveilig pleisterkit. Classic. Dat is wel de classic. We gaan natuurlijk wel voor classic shit. Nou, dat is. Oh, wel een leesbaar, anders weet iemand straks niet dat er een brandding ligt. Personen, tiny piece. Nou, heel veel spanbandjes, heel fijn. Heel veel shore-ogen, heel fijn. De scooter vastzet. Kan je lekker overal lekker eventjes een show, zo'n ding, ja toch? Ik ga je meenemen. Nee, kijk hier. Ik ga je meenemen naar iets heel belangrijks. Ik laat heel snel zien, want ik ben te enthousiast om het te vertellen. Als je even omdraait. Dan zie je hier. Een fucking mooie nieuwe loopplank. Deze is van de RVS. Van aluminium. Van heilig materiaal. Carbonvezel en shit. Dus als je deze optilt met één vinger, laat ik zo meteen zien. Hier. Een zip dispenser. Zoals een mooi woord in Nederland is. Gewoon een mooi woord van Nederland. Een zip dispenser. Ik zal er weer niks over vertellen. Een waterkannetje. En dan kan je handen dus wassen. En aan de andere kant daar hebben we een torxrol. Dus kun je ze ook nog droom maken. Dat is belangrijk. En goed voor mensen zoals Ben Salen. En die heb jij gezien met zijn hele zwarte klauw. Laat even zijn klauw zien. Ben Salen? Ja meneer. Heb het over je handen. Laat ze even zien. Kijk dan. Kijk, dat zijn gewoon twee graafwerkertjes. Eén handje. Zag je dat? Ik heb nog meer vette dingen. Namelijk, speakers. Dat was ik ook vergeten om te zeggen. Ik heb gewoon speakers in mijn deuren weer. Dan ben ik bijna bij het laatste punt die ik zo meteen wil vertellen. Namelijk de upgrade van de eeuw voor mijn YouTube kanaal, voor jullie als kijkers. Maar eerst even handen. Zo. Oké, nou goed. Nou, dan zijn handen dus schoon als je hebt geklust. Want je hebt een bandje op locatie vangen. Je doet het allemaal weer dicht. Dan loop je een beetje naar de klauwen. Nou, de torxrol. Goed voor het meer. Dus dat is handen wassen. We hebben de speakers gezien. We willen de speakers natuurlijk even horen. Dus jij je muziekje nog even opzet. Laat even de speakers horen. Ja. Ja, hè. Hebben ze al geliked voor de ja? Like nu die video als je wil dat ik de speakers laat horen met de deuren dicht voor de vette klankkast. Voor het fucking vetste effect. Voor de upgrade van de eeuw zometeen. Ik zit. Doe het. Like nou maar. Ze hebben 3 tellen om te liken. Ben je het mee eens? Mhm. 3, 2, 1. Like nu de video. Mijn lampje aan. Dat dus, die doet het ook. Dit was eigenlijk bijna de hele tour van de nieuwe bus. Hij is maar één ding. Everybody was kung fu fighting. Ah. Lieve jongens, ik wil heel graag meer video's maken volgens met Joey en een breder publiek aantrekken. Hoe kan je dat beter doen dan met een spiksplinter nieuwe Mercedesbus van Gomez Alkmaar dan met een fucking gruwelijke elektronische installatie voor mijn apparatuur te laten draaien, dus dat ik bandjes kan vangen en een PlayStation. Een spiksplinter nieuwe PlayStation van PlayStation Nederland zit hierin. Die heb ik gekregen om vette video's te gaan maken voor jullie. Met jullie. Want met deze PlayStation en deze bus en deze setting dacht ik, ja man, ik moet gewoon gaan PlayStation met vol gasten. Dus als jij een vol gast bent, dan ben jij de persoon waar ik mee wil gaan PlayStation op locatie in jouw stad, in jouw dorp, in jouw land. Maakt niet uit waar, maar ik ga naar jou toe rijden om een beetje te PlayStationen. Dus hier in deze verpakking zit de PlayStation op PlayStation Nederland. PlayStation Nederland bedankt dan ook
voor het beschikstellen van deze PlayStation. Ik regel de televisie en de rest. Die gaan we ophangen ergens in de bus. En dan gaan wij met z'n allen voor gasten, als YouTubers, als kijkers, gamen als een gek op locatie, op een plein en gaan we lekker gewoon vette games spelen. Gaat niet zo snel zo. Ah, dit gaat beter. Daar hebben ze voor de handjes. Wow, 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 wow. PlayStation 4 Pro. En ik ben alles behalve Pro, maar ik weet zeker dat jullie dat wel zijn. Dus daarom moeten we samen gamen. Wij moeten samen de PlayStation wereld helemaal op zijn kop zetten. Dat doen we met deze PlayStation 4 Pro. Van Sony. Fucking gruwelijk, ik heb hem jongens, ik ben blij. Maar ik heb jullie de PlayStation. Uiteraard heb ik hem ook met een nieuwe game gekregen. God of War. Zo heet de game. En deze gaan we spelen. Op locatie, als je nu reageert op deze video, op welke locatie ik zou moeten komen. Ik wil het volgende voorstellen. Ik wil het volgende aan jullie voorstellen, jongens. Ik maak in de volgende video mijn hele bus klaar om te gaan PlayStationen met jullie op locatie. Dus we gaan de televisie installeren, geluidsinstallatie, die zit natuurlijk al in, maar misschien doen we het extern. En deze game. En dan laten jullie nu weten onder mijn video. Jullie laten nu onder mijn video weten. Op welke locatie ik zou moeten komen. Iemand post Rotterdam, Alkmaar, Purmerend. Geef de naam Eindhoven. Jij post een locatie. En de meest gelikte locatie onder deze video is de locatie waar ik met mijn cameraman, die net lekker zat te vapen, naartoe ga. En deze cameraman maakt vette video's, dus we maken een hele vette video met jou. Degene die de post doet en die de meeste likes krijgt, zet er ook trouwens je Instagram naam bij, want dan ga ik je contacten. Die gaat sowieso met mijn gamen. Kijk, als er 100 man staan, ik kan niet met iedereen tegelijk gamen. Dat kan gewoon niet. Maar zeker met degene die de post heeft gecreëerd. Ja? Dus reageer op deze video met jouw locatie, waar jij wil dat ik kom gamen. Zorg dat jij de meeste likes krijgt voor die locatie. En dan kom ik bij jou gamen. Lieve jongens, weet ook, wij noteren elke locatie waar we straks geweest zijn. Dus elke stad of dorp. Dus we gaan maar één keer naar Amsterdam. We gaan maar één keer naar Rotterdam. We gaan maar één keer naar Eindhoven. We gaan niet 10 keer naar Eindhoven, want dat slaat nergens op. Dan krijgt iemand anders niet de kans, snap je? Maar omdat dit de allereerste video wordt met deze aanvraag, is elke locatie sowieso een winnaar als die de meeste likes krijgt. Lieve mensen, dit was mijn video. Van volgende video, ik hoop dat je het hartstikke leuke video vond. Mijn kamer en ik hebben echt van genoten. Ik ben blij dat jullie eindelijk kunnen laten zien wat ik in huis heb. Want hier was ik al een hele tijd mee bezig. Maar het gaat nu echt gebeuren, jongens. Bedankt alvast voor je reactie. Bedankt PlayStation. Bedankt gewoon met Alkmaar. En lieve jongens, reageer op de video. Abonneer op mijn YouTube kanaal Volgens met Joey. Druk op dat belletje, want als jij op dat belletje drukt, dan ben jij de eerste die het ziet. Als wij een nieuwe video plaatsen met onder andere een locatie waar we heen willen om te gaan PlayStation. Telling rustig, dankjewel.